Goedemorgen met Danijs. Meneer Danijs? Ja? Goedemorgen, u spreekt met Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer. Ja? Goedemorgen meneer Danijs. Goedemorgen. Hoe is het met u? Prima. Ja? Ik begrijp dat u al 33 jaar voorzitter bent van de hengelsportvereniging De Meerval. Klopt, ja. Ja? Gaat u nu ook nog vissen in deze dagen? Nee. Alleen mag je wel vissen. Ja. Maar ik heb pas een nieuwe knie gehad in eind januari, dus ik ben al 3 maanden in quarantaine. Oh, dat kan ik me ook dus niet ik zien. Ik ben nog wat revalideren. Het gaat steeds beter hoor, maar ja. Ik kan nog geen auto rijden. Nee, en mist u het vissen dan niet? Want dat doet u al 50 jaar volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk, als ik het zo buiten zie. Ja, dan gaat het helemaal kriebelen. Inderdaad, net als ja. Ja, ik begrijp dat u al ongelooflijk actief bent voor die hengelsportvereniging en dat u ook viscursussen voor de jeugd doet en ook voor hun ouders. Dat hebben we allemaal gedaan, ja. Ja, wat mooi. En die vereniging, dat is natuurlijk ook, ja nu niet hè, want in deze tijd is dat lastig, maar in gewoon... Ja, het is maar alles stil, ja. Alles ligt stil. Maar in de tijd dat het gewoon is, dan komen er heel veel mensen, ook wat oudere mensen samen, die zo gezellig met elkaar bij kunnen praten, neem ik aan. Klopt helemaal, ja. Ja, dus u heeft daar een hele bijzondere rol in, meneer Danijs. Nou ja, je rolt erin en ik doe het graag hoor, organiseren. Ja. Want we waren vroeger ook van de vereniging in Hillegom. Ja. Die was nog ouder van 39. Dus, zo. Maar een heleboel bestuursleden zijn moeilijk te vinden. Ja. En we zijn 2-3 jaar geleden zijn we samengegaan. Dus alles is nou De Meerval. De meeste waren van 2 verenigingen lid. Want de ene viste op zondag en de andere op woensdag en zaterdag, weet je wel. Ja. Dus het is nou echt een meerval. Ja, maar het is wel heel mooi dat dat kan, want het is heel moeilijk om bestuurders te vinden. Dan is het heel fijn dat u zich inzet als voorzitter en al zo lang. En ik kan u zeggen, meneer Danijs, juist omdat u zich al zo lange tijd voor de samenleving inzet en voor de hengelsportactiviteiten in het bijzonder, heeft het zijn koninklijke hoogheid Willem-Alexander behaagd u, Wilhelmus Danijs, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Geweldig. Nou, van... dat ben ik helemaal... Jemig, nou, van... je hoort het altijd wel, maar ja. Leuk. Ja, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. En het is natuurlijk heel bijzonder dat ik dat telefonisch doe, want anders doen we dat op een hele mooie wijze. Maar dat kan op een dag als vandaag niet. Nee. Maar ik kan u in ieder geval, vandaag heb ik u aangegeven dat u die eer, dat u toegevallen is. Maar we gaan natuurlijk, zo gauw het kan, gaan we het nog officieel met elkaar doen. En dan ga ik u toespreken, ga ik u officieel de versierselen opspelden en u persoonlijk feliciteren. Maar dat gaat op het moment dat wij dat weer kan gebeuren, hè? Dan gaat dat nog gebeuren. Ja. Begrijp het, ja. Geweldig. Ja, wij zorgen in ieder geval dat er namens het college van burgemeester en wethouders een bloemetje bij u bezorgd wordt vanmiddag. En dan hoop ik toch dat u er een gezellige dag van maakt, want het is toch een bijzondere dag, lijkt me. Nou, dat doen we zeker. Geweldig. Nou, dan mag ik... Ik ben helemaal alleen. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen, meneer Danijs. Ik zou zeggen, geniet ervan met uw familie. Ook uw familie van harte gefeliciteerd. En dan zien we elkaar graag terug wanneer we de officiële gelegenheid hebben. Geweldig. Ja, een hele fijne dag hè, meneer Danijs. Dank u wel. Oké, dank u wel. Dag.